Ons verhaal begint op een vroege lentemorgen aan de Middellandse Zee. Dit was voor David de mooiste tijd van de dag om een duikje te maken tussen de mooie vissen langs de kust. Die dag was hij echter verdiept in een stripverhaal. Zijn aandacht werd getrokken door het plaatje van een mooie zeemeermin. Jammer dat zoiets alleen maar bestaat in sprookjes, dacht David. In gedachten vlijde hij zich neer in het warme zand en viel uiteindelijk in een diepe slaap. Wat was dat? Hoorde hij daar een meisjesstem? Wie zong daar? Hij tuurde over het water en zag opeens een meisje dat hem toewuifde. Een zeemeerminnetje, flitste het door zijn hoofd. Dat kan niet. Hij was stellig aan het dromen. Om haar armen had ze een prachtig diamanten sieraad dat schitterde in de zon. Speels dook ze plots het water in en verdween in de diepte. Als de bliksem begon onze vriend zijn duikuitrusting aan te doen om het zeemeerminnetje te volgen. Met enkele passen was hij in het water en ging ook kopje onder. In minder dan geen tijd werd hij omringd door allerlei vissen. Maar geen zeemeerminnetje te zien. Had hij dan toch gedroomd? Maar opeens, jawel, daar zwom ze, vlak voor hem. Nu zwom ze rakelings langs hem heen. Zo sierlijk, ongelooflijk. Wat onze duiker echter niet wist, was dat zijn luchtvoorraad bijna op was. Dieper en dieper dook David het meisje achterna. Plots kwam ze heel dichtbij en wenkte haar te volgen. Als herinnering aan deze ontmoeting schonk het zeemeerminnetje haar prachtige armband aan de verbaasde duiker. Na een lieve, schuchtere blik zwom ze plots weer weg, nu gevolgd door onze verliefde vriend.
Zo diep was hij nog nooit geweest. Zulke mooie kleuren had hij nog nooit gezien. Enkele ogenblikken hielden beiden halt om de pracht van dit onderwaterparadijs te bewonderen. Het zeemeerminnetje om haar nog verder te volgen, naar nog mooiere diepten. Maar wat was dat? Op de bodem hing een verlaten vissersnet. Het meisje had dit te laat gezien en raakte verstrikt in de mazen. Nog steeds niet wetend dat zijn luchtvoorraad bijna was opgebruikt, snelde onze vriend het meerminnetje te hulp. Met behulp van zijn duikmes begon David snel het net aan stukken te snijden om het heftig tekeergaand meisje te bevrijden. Eindelijk was het zeemeerminnetje verlost. Maar hoe lang kon het nog duren voor onze redder in ademnood kwam? Zo snel hij maar kon, trachtte hij het bewusteloze schepseltje in veiligheid te brengen. Maar nu gebeurt het onvermijdelijke. Onze redder heeft geen lucht meer. Zijn adem stokt. Hij slikt water. Hij moet het meisje loslaten en in paniek eilt hij naar de oppervlakte. Lucht! 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 Plots schrikt onze vriend wakker. Oef, wat een angstige droom. Maar wat heeft hij daar in de hand? De armband van het zeemeisje. Was het een droom geweest? Of werkelijkheid?